In 1992 is de Internationale Dag voor de Mens met een Beperking ingesteld door de Verenigde Naties. Vanaf toen wordt deze dag wereldwijd in alle landen gevierd. Het doel van deze dag is om de rechten en welzijn van mensen met een beperking in alle lagen van de bevolking te helpen bevorderen. Het belang van deze dag is natuurlijk dat mensen zich bewust moeten worden van de situaties van mensen met een beperking op politiek, sociaal, maatschappelijk, economisch en cultureel gebied. De wensen van mensen met een beperking zijn toegankelijkheid op kwalitatief onderwijs, de arbeidsmarkt, een dak boven het hoofd, toegankelijkheid van wegen, gebouwen, openbaar vervoer en waar nodig, zorgvervoer. Er wordt nagedacht en heel hard gewerkt aan deze zaken. Alleen gaat het nogal traag. Het Nationaal Informatieinstituut feliciteert deze doelgroep met deze dag en roept de hele samenleving op en alle instanties om samen te werken om deze doelgroep te ondersteunen, zodat zij verder kunnen gaan in hun ontwikkeling.